We gaan de header nu vormgeven en omdat de header zowel als de gewone pagina een witte achtergrond hebben, ga ik eerst het navigatiegedeelte van de header een rode achtergrond geven. Dus we gaan weer naar de stylesheet en we weten dat dus in de header zit daar dus navigatie. Dus dat is de tag nav. En die gaan wij dan een achtergrondkleur geven. Dat gaat dus via background. Color. En ik kies daarvoor weer zo'n via dat RGB kleurindelingssysteem. RGB. Kies ik daar een felrode kleur voor. En dan gaan we kijken met Live View of dat te zien is. En als we kijken in de browser, kun je ook eventjes herladen. Als we deze hebben opgeslagen. Yes. Hoe dat er dus uit gaat zien, dat ziet er als een vrij grote rode strook uit. Dat is dus het navigatiegedeelte. En ik ga in de andere delen ga ik een achtergrondafbeelding plaatsen. Ik ga daarvoor terug naar de body. Ik ga daar dus een achtergrond plaatsen. En dat doe ik voor de background color. In ieder geval. En dan konden we dat dus ook doen door bijvoorbeeld hier de body aan te klikken. Te selecteren in ieder geval. En dan op het potloodje te drukken om daar vervolgens de achtergrondafbeelding in te voegen. We kiezen daarvoor bladeren. En we gaan naar de afbeeldingenmap. En we kiezen het grote logo. En we kiezen voor oké. En daar zien we, als we dus deze gaan met Live View gaan aanzetten, zien we ook het grote logo hier achterin zitten. Hetzelfde gaan we ook doen met de header. En die is het handigste, omdat natuurlijk nog net na de HTML doet, maar wel voor de navigatie. Dus we doen de header tag hier. En we gaan daar ook een achtergrondafbeelding in plaatsen. En dat gaat als volgt. We gaan in de enter toets en we kiezen voor background image. Dus we kiezen hier de B, background image. Enter. En we kunnen weer op bladeren klikken om ook daar de afbeelding te kiezen. En dan nemen we het kleine logo voor. En dan sluiten we deze af. En ook als we dit weer opslaan en weer gaan previewen, dan krijgen we daar dus deze opnieuw. En dan zien we dat het achtergrondlogootje zich heel veel gaat herhalen. Wat niet de bedoeling is. Dat doen logo's of afbeeldingen altijd op achtergronden. Dus we zullen daar nog iets aan moeten toevoegen. En we kunnen daar kiezen voor no repeat. En dat is dan ook met background, is een eigenschap van de background image. En dat kunnen we dan beter in de background zelf stoppen. Dus we gaan hier naar background toe. En we doen hier URL. En of we gaan hier zo achter de header hier nog even bewerken. En dan kiezen we hier dus background repeat en zeggen we no repeat. En vervolgens kunnen we ook nog kiezen voor de positie, dat we bijvoorbeeld een aantal pixels bijvoorbeeld opzij gaan zetten. Bijvoorbeeld ja, zo'n 40 pixels opzij. Dan kunnen we oké zeggen. En nu zien we dat hier drie regels ontstaan. Maar we gaan dit terugbrengen tot één regel. En dat is de regel background. En dat betekent dat we deze regels dus gaan verdwijnen. We gaan hier dus even nog 40 pixels zetten we hier dus achter. Voordat die comma eindigt. En we zetten ook hier de no repeat, zetten we hier nog achter. En background image vervangen wij door background. Dat is dus over het algemene eigenschap van de background. En we kunnen dat dus in één regel toevoegen. Dus als we met de code invoegen bezig aan de slag gaan,
Dan kunnen we dat met één regel oplossen. Kijken of er wel een regel op werkt. Dus appeltje S, en dan kunnen we appeltje tap en nog even een herladen. En we zien dus ook dat die inderdaad mooi zo in de achtergrond gaat staan. En hij wordt dit keer maar één keer en hij schuift dus ook 40 pixels naar rechts. Maar als je één regel gebruikt, dan heb je ook de mogelijkheid om er een tweede afbeelding als achtergrond aan toe te voegen. En dat betekent dus dat dat blijft nog steeds één regel, maar omdat we dan voor twee eigenschappen, voor twee afbeeldingen iets toevoegen, ieder met een eigen wel of geen herhaling en een eigen afstand en een eigen adres, is het dus beter om alles in één regel te hebben. We kunnen dan een komma neerzetten en naar de nieuwe regel gaan en dan het hele verhaal herhalen voor een tweede afbeelding. En wij gaan naar kijken welke afbeelding dat is. En dat is dus inderdaad markersklein.jpg. Dus dat is dan... Even kijken of het met een hoofdletter geschreven is. Ja, markersklein met een hoofdletter. Dus het woord logo vervangen door markers. En we geven hem een veel grotere afstand. Bijvoorbeeld een afstand van 200. En we slaan op en we gaan kijken wat dat in de browser oplevert. Dan wordt er op dit moment even niets weergegeven. Even kijken of er iets misgaat. Nou, hier moet er een komma uit. Zo. Komma. Dus appeltje S in ieder geval. En er herladen. Dan zien we nog niet de markers. En eens even kijken of dat... Dat was ook geen PNG, maar dat was ook een JPEG. JPG. Nog maar een keer opslaan. En we vullen hem in. En we zien dus dat hier inderdaad hier die markers verschijnen. Hier moeten we een stukje naar rechts. We willen maar helemaal tegen de rechterkant aan hebben. Dus we moeten dan eventjes kijken hoe groot die afbeelding in feite is. Kijken of we dat hieruit los kunnen krijgen. Rechtermuisknop. Kijken of we hier iets zien van... Nou, we openen maar eventjes met Photoshop. We gaan het eventjes in de Finder doen. We zoeken hem hier dus even op. We gaan naar de data en we kijken naar de map projecten. Vivian van Veen, afbeeldingen. En in markers klein. En we doen hier even appeltje i. En dan zien we dat deze afbeelding is 333 pixels breed. En dat moeten we dan eventjes verrekenen met de totale breedte. Dus we gaan weer naar Dreamweaver. En we pakken dus dan de totale breedte, dat is dus 800 min 333. En dat gaan we dan even uitrekenen, dat wordt 7 en hier een 6 en hier een 4. Zo. En dat... Gaan we dan weer eventjes bekijken. En dan zien we dat de afbeelding mooi in zijn rechterkant staat. En als straks wat meer ruimte wordt gekozen, genomen voor de hoogte van de afbeelding, kom deze verder naar beneden en zie je hier dus een keurige afbeelding staan. We kunnen dus met Kerstkering Style Sheets, versie 3, kunnen we dus meerdere achtergronden in één element plaatsen.